De politie is vrijdagmiddag twee horecagelegenheden in de Van der Vennestraat in Den Haag binnengevallen. Een deel van de straat is met geblindeerde schermen afgezet geweest. Het ging om Café de Wereld en Bellamy Bar. Bezoekers van de cafés werden één voor één uit de cafés gehaald. Er werden foto's van de gasten gemaakt en ze werden gefouilleerd. En natuurlijk moesten ze zich allemaal legitimeren. Er werd onder meer een mes in beslag genomen. Ook meldt nieuwsite Regio 15 dat er grote zakken cashgeld zijn gevonden. Zij spreken van een extremere inval dan gebruikelijk. Omstanders melden dat er tenminste twee arrestaties zijn verricht. De politie wil momenteel niet zeggen wat ze nou precies zochten.